Ja, Dennis van der Heijden, dit is echt een jongensboek. Hoe heb jij hierover gedroomd toen je bij de selectie van ADO zat? Invallen en twee keer scoren, waardoor ADO hier met 2-4 weggaat bij Excelsior. Nou, 2 dagen geleden kreeg ik te horen dat ik bij de selectie zat voor dit. Nou, dan denk je al, dat is prachtig dat je überhaupt bij de selectie zit. En dan wil je niet eens denken aan invallen of iets in die richting. Maar je gaat je wel allerlei scenario's in je hoofd afspelen voordat je gaat slapen. En denken, wat gaat er allemaal wel niet gebeuren hier op Woudestein? En dan heb ik alle scenario's in mijn hoofd afgespeeld, behalve wat vandaag gebeurd is. Want het is heel mooi. Denk ik. Ja, en je schiet ze niet zomaar binnen. Het zijn geen intikkers. Je schiet de ene in de kruising en de andere die schiet je droog in de hoek als een echte spits. Alsof je al jaren in het eerste van ADO staat. Ja, ik denk niet dat ik het vandaag beter heb kunnen invullen inderdaad. En vandaag was het gewoon niet nadenken en gewoon schieten inderdaad. Ja, je bent een jongen uit Schiedam. Wie ben je verder? Vertel eens. Ja, ik kom uit Schiedam, geboren en getogen. Dennis van Dijk, ik ben 18 jaar. Ik zit nu voor mijn 4e jaar bij ADO Den Haag. Waarschijnlijk komt er wel een jaar bij. We zien het allemaal wel. Ik heb het allemaal niet beter kunnen dromen zoals het afgelopen is. Ja. Nou, een jongen uit Schiedam die voetbalt normaal bij Excelsior, bij Feyenoord, bij Sparta. Klopt, ik heb wel bij Feyenoord gespeeld vroeger toen ik nog klein was, maar dat is de enige club inderdaad. Ja, op een gegeven moment moet je erin komen bij een achterstand. Het Haagse kwartiertje breekt aan. Wat zei Henk Vreese tegen je? Ga maar naast die havenlijn spelen? Ja, we moesten sowieso warm lopen. Het is natuurlijk koud, dan moet je een beetje in beweging blijven. En op een gegeven moment zei de trainer tegen mij, ga maar een paar sprintjes trekken. Dus ik heb een paar sprintjes trekken. En precies toen de supporters begonnen met het Haagse kwartiertje te scanderen, dan mocht ik erin komen. En dat het kwartiertje zich zo even mogen afspelen, dat is heel mooi inderdaad. Ja, er komt nu van alles op je af. Hè? Supporters scanderen je naam. Je moet hier de media heel de tijd op te woord staan, dit is prachtig. Ja, nee, ik weet niet wat me allemaal overkomt. Het is maar een beetje op me af laten komen. En gelukkig is het allemaal positief, dus dat is mooi. Ja, ik begreep dat je morgen gewoon naar school moet of naar je stage? Ik zit om 8:30 gewoon weer in de les, inderdaad. Ja. En dan zo snel mogelijk proberen toch een contract bij ADO te gaan tekenen. Want ik denk dat ze je zo snel mogelijk willen contacteren. Ja, het is keihard werken voor een contract en meer kan ik niet doen, inderdaad.